jij voor Rolf? Ja. Nou ja, dat hebben wij allemaal natuurlijk. Ja, nou, ik ben Ralf, Ralf van Meijerheid. Ik kom voor de tunnel, maar de tunnel is dicht. En ik dacht, oké, dan is er een boot, een veerdienst. Maar die gaat alleen maar tussen 7 en 10 en tussen 4:30 en 6:30. Ja. Dus midden op de dag sta je een beetje van joker hier. Dat is jammer. Maar die waterbus, die komt nee, ook niet hier. Die kwam niet erop, die kwam je eigenlijk niet, nee. Want die gaat naar de andere kant. Ja. Dit is geen halte voor de waterbus, dat is ook zo raar. Duidelijk. Want dan zou je zeggen, joh, dan kan je een stukje met de waterbus mee en dan tot aan het Willemsplein. Maar dat kan dus ook niet. Ja. Dat de tunnel gaat dicht en er was actie gevoerd voor een verbinding in plaats van de tunnel. En dit hier, dus tussen 7 en 10, dat was eerst volgens mij ook wel iets, heeft ook wel eerder gespeeld volgens mij, maar dit heeft natuurlijk niks te maken met het vervangen van de tunnel. Ik kom hier meestal. Als ik naar de andere kant moet, dat is Erasmus of de Binnenweg of zo, ik zit hier kantoor op Saloos, nou dan is het altijd na 10 eigenlijk. Dus voor mij is het helemaal zinloos. Ja, u komt hier voor de pont? Ja, ja, zeker. Maar die vaart niet? Nee, blijkbaar niet, nee. En nu? Ja, nu gaan we OV pakken of iets, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik moet doen. Waar moest u naartoe? Rotterdam West. Dus dit is het snelst, zeg maar, anders moet ik via Erasmusbrug. We staan hier op het Charlose Hoofd, Rotterdam Zuid, met de bedoeling om met de veerpont Zuid naar de andere kant te gaan, naar de stadkant, Parkade. We wachten op de veerpont, maar die vaart hier niet. Schijnt ergens anders aan te leggen, aan te meren. En iedereen is aan het zoeken. Fietsers, voetgangers, ze zijn allemaal aan het kijken, waar is de veerpont? Ja, waar is dokter Anders P. als je hem nodig hebt? Geen heen, geen weer. Maar we gaan op zoek. We gaan op zoek naar de veerpont die ons naar de andere kant brengt. Wellicht ook met andere tijden. Gaat u mee? We hebben de pont gevonden. 5 minuten vanuit hier fietsen, wandelen. Maar dan moet je wel weten waar je naartoe moet gaan. Sint-Janshaven, hier achter mij op Charlo's. Daar vaart de pont. Het is een echte pont. Zoals je gewend bent tussen Rozenburg en Maassluis. Tussen Hekelingen en Spijkenissen. Prachtige pont. We zien hem al in de verte, zien hem aankomen. Dus ja, we gaan kijken. Maar of dit helemaal goed gecommuniceerd is, ter plaatse wel, maar bij de Baarstunnel niet. Op 500 meter afstand lopend van de Maastunnel komen we hier het bord tegen dat de Maastunnel is afgesloten. En daar komt de pont. We zijn overgevaren van zuid naar noord en we gaan uiteraard weer terug, heen en weer. Het was even zoeken, maar dan heb je ook wat aan boord, een lekkere banaan, een kopje koffie, een goed welkom. 7 maanden lang blijft deze pont varen, elke dag gratis voor de mensen die dus heen en weer gaan, de forens en de mensen die het leuk vinden om eventjes naar deze kant te komen. Het is misschien wat behelpen, je moet aan de andere kant, of aan deze kant moet je een kwartiertje ongeveer wachten. Maar het is ook wel een klein beetje een toeristische attractie. Wij zijn blij dat we het hebben gevonden. Ja, met dank aan de initiatiefnemers en dan niet zozeer de gemeente. Dat is wel fijn dat ze het hebben gefaciliteerd. Maar de actievoerders op Zuid, die vonden dat er een veerpont moest komen in plaats van een heen en weer bus.
Dank, Stef, Ivo, Jannie en alle anderen. Fantastisch, dankjewel. Ik sta hier naast Arjan van S van S Events. Niet alleen een bekende naam in Charlo's, maar ook in de evenementenbranche. Doet van alles hier zo op Charlo's. En uiteraard ook bij de Maastunnel. Dus een gezicht die we vaker zien, hebben gezien en nog blijven zien. Ja. Arjan, er moest van alles geregeld worden. Op het laatste moment nog heb ik begrepen. Stroom, tenten, toiletten. Maar je bent er uiteindelijk toch weer in geslaagd. Wat is er vandaag gebeurd? Misschien dat je het even zou kunnen vertellen. Ja, want we vandaag om 3 uur liep de wekker vanochtend af. En om 3:45 waren we hier ter plekke om vanuit een tentje wat hier naast ons staat een soort mobiele keuken te maken. Om voor vandaag vanaf 5:30 koffie, thee, warme chocola wel te kunnen uitdelen aan de bezoekers van de veerpont die vandaag is begonnen. En dat 7 maanden lang, die veerpont. Helaas niet de koffie, thee en de rest. Dat is alleen vandaag als introductie. Dus dat moesten we vandaag opzetten. Nou, wat Joop al vertelde. Het ging allemaal even wat problematisch met wat stroomvoorzieningen en dingen. Maar dat is gelukkig allemaal perfect opgelost. Heel koud was het vanochtend. Maar het ging als een speer. Het was wel een grote zoektocht voor veel mensen. Wij hebben bij de Maastunnel ingang gestaan, uitgang, de fietsers-tunnel. En daar hebben we zeker 25 mensen gezien die aan het zoeken waren naar de veerpont. En uiteindelijk toch maar via de Brielselaan en de Kop van Zuid over de Erasmusbrug zijn gaan fietsen. Worden er nog borden geplaatst? Er staan al borden, rode borden langs de route. Alleen volgens mij maar niet op de plek waar mensen het verwachten. Bij de plek waar het zou moeten beginnen, daar staan inderdaad volgens mij geen borden. Ik heb de klacht ook gehoord. Ik ben daar maar een poppetje. Ik heb het doorgegeven en er zou wat aan gedaan worden. Maar voor de rest staat er misschien tot ze dat pas na vandaag in orde maken, omdat natuurlijk tot 9:30 vanochtend konden de mensen nog door de fietsgangers. Nog wat kleine kinderziektes, maar die worden er wel uitgehaald. Ja. In ieder geval voor de mensen die van zuid naar noord en van noord naar zuid gaan. En denk ik een grote verbetering in het kader van de renovatie, als dat de bus had gaan rijden, denk ik. Ja, veel beter. De bus was natuurlijk geen oplossing. Daar zouden 50 mensen mee kunnen lopen en 20 fietsen. Nu is het een rustige vrijdag, maar dat is altijd vrijdag. Maar normaal gaan er geloof ik 3000 fietsers naar de overkant. Nou, als je die met bussen, dan zijn ze 's avonds aan de overkant en dan moeten ze weer terug. Dus dat was geen optie. En dit is een perfecte optie. Perfect geregeld nu, mede dankzij Van S Events. Hartelijk dank, Arjan. Dank wel en jullie veel succes nog.